Mijn naam is Dave Raammakers en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik krijg vaak de vraag van kijkers, ja, hoe edit je je video's en waar edit je je video's mee? Dat zal ik je eens laten zien in deze video vandaag. Doe vast je blauwe duimpje omhoog en gaan wij beginnen met de video. In deze video dus, hoe edit ik mijn video's? Nou, dit soort video's die ik nu opneem zijn redelijk makkelijk en daardoor een beetje saai om te laten zien. Simpelweg zijn ook gewoon knip- en plakvideo's. Dan gaan we kijken naar de uitgebreide video's. Ja, die mag ik jullie vaak niet laten zien, want veel klanten zijn. Maar een tijdje terug heb ik een speed edit gemaakt over hoe dat ik een trailer heb gemaakt voor Ladas de film. Nou, voor de mensen die Ladas niet kennen, Ladas is een film waar ik zelf de hoofdrol heb gespeeld, of een van de hoofdrollen heb gespeeld. En dat is een film over een Nederlands en Turks jongen die een weddenschap met elkaar gaan, een Lades. Nou, uiteindelijk gaan ze er allerlei avonturen beleven. Nou, het golfwerk wat ik eerst heb gedaan is dat ik alle beelden heb ingeladen in mijn editprogramma. In dit geval Sony Vegas. Uiteindelijk ben ik de hele video gaan afspelen en ben ik verschillende stukken gaan uitknippen. Sommige stukken vond ik leuk genoeg om erin te laten, sommige stukken heb ik gelijk weggegooid. Zo heb ik eigenlijk de totale film een stukje korter gemaakt. Maar dat heb ik nog een paar keer gedaan, tot uiteindelijk een aantal beelden over heb gehouden. En toen ben ik gaan bedenken van wat wil ik hier nou mee gaan maken. En mij leek het wel leuk om te laten zien, eerst een stukje film, dan de tekst, twee vrienden, de introductie. Nog een stukje film, dan nog een tekst, dan het laatste stukje film. En dan eindigt het. Uiteindelijk ben ik gekomen met twee vrienden, één weddenschap en dan het laatste stukje. En dat is ook eigenlijk een beetje het concept van de hele film. Want in de hele film zal je zien dat er twee vrienden een weddenschap met elkaar aangaan. En uiteindelijk zal er één iemand de weddenschap winnen of niet. Dat is natuurlijk de grote vraag. Nadat ik dat idee had bedacht, een beetje grofweg had uitgewerkt, ben ik gaan kijken naar welke beelden het beste gebruikt kunnen worden om ons twee te introduceren, de twee vrienden. Daarna ben ik naar beelden gaan zoeken die de weddenschap het beste konden illustreren. En als laatste ben ik gaan kijken naar de ontknoping. Dat is eigenlijk een kop, midden en een staartstuk. Voor het staartstuk ben ik gaan kijken naar de ontknoping van de film. Om een beetje de kijker te teasen om meer van de film te weten. Wil je nou zien hoe dat de hele trailer is geworden? Kijk dan even in de videobeschrijving. Daar heb ik namelijk voor jullie een linkje staan. En wil je nu weten de hele speed edit? Dat kan ook. Ook daarvan heb ik een linkje in de videobeschrijving staan. Nou, vond je dat een toffe video? Toen was je blauw duimpje ook. Weet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En heb je nou nog vragen over edits? Dan mag je natuurlijk zeker ook even hieronder vragen. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot de volgende keer.